Deze? Ja. Dat ik officieel gestopt ben met borstvoeding. En dit is dus bubble tea uit een blik. Ik vraag me af of dit totale bullshit is. Of... Superleuk ding. Veel heb gehuild. Maar dat lukt ons gewoon nu eventjes niet. Ben je aan het meekijken? Ja. Doe ik het goed? Ja. Ben je goed? Hey mooie mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het voelt alsof ik jullie een eeuw niet heb gesproken. Dit jaar is tot nu toe nog niet echt een uitblinker wat betreft de vlogs. Maar het is dan ook nog niet echt een uitblinker geweest wat betreft dingen die goed gaan. Het is allemaal niet zo heftig, maar het is wel echt een voorjaar geweest waarvan ik het gevoel heb dat ik niks heb gedaan. Veel heb gehuild. Veel slechte dagen heb gehad. Dus ik hoop gewoon dat met de komst van de lente het allemaal wat beter gaat worden. En het komt vast goed. En terwijl ik dit zeg, begint het te regenen buiten. Wauw. Mama komt zo, ja? Mama moet nog even iets vertellen. Wil je even hallo zeggen? Hallo. Nee, dat komt wel goed. En de dag is al goed begonnen, want ons kind heeft de nacht doorgeslapen. En het was sinds februari nog maar één keer voorgekomen. Dus dat is een goed begin. Had jij lekker geslapen? Ja. Ja, hè? Daar worden we allemaal blij van. Weet je wel. Ga jij mama's kleren uitzoeken? Die? Ja. Die broek? Ja. Oké, alles behalve die broek, want die is echt heel erg gekreukeld. Die. Deze? Ja. En welke top moet ik aan? Die. Welke? Die. Oh, die. Oké. En dat is misschien wel leuk als ik daar een kooltrui onder heb. Kies eens een trui van de grond. Die. Kan je hem pakken? Ja. Oké. Mama, ik kiezen. Moet ik er één kiezen? Ja. Deze? Deze doen we. Zoals je misschien wel ziet, ligt er een matras hier. De hele tijd terug hadden we dat ook in Zeki's kamer. Maar we zijn nu dus weer bezig met wat patronen en gewoontes rondom slaap te doorbreken. Omdat het ons de afgelopen maanden een beetje aan het opbreken was. En weet je... Het gaat op dit moment dus best wel goed. Mooi. Ik heb dus mijn sokken nog steeds hier in de kinderkamer. Als er iets is wat ik op moet ruimen ergens hier in huis, dan is het wel mijn sokkenla. Het is echt de grootste troep met allemaal losse sokken. Ik moet echt binnenkort hier flink gaan puinruimen. Maar ik zit al helemaal in een soort van lente schoonmaak vibe. Dus dat komt wel goed. Moe mensen. Ja. Nou. Ik heb een mega hoeveelheid was weg te werken. Straks ook even wat ophangen. We hebben echt weer zo laks gedaan de afgelopen weken met de was. En dan stapelt het zo erg op. Ik heb geluk dat ik echt een shopverslaving heb voor Zeki. Want daardoor heeft hij zoveel kleren dat het dan kan om laks te zijn. Maar het, ja, het was echt weer tijd. Dus ik heb echt een flinke babywas erin zitten. En ik moet hier in onze kamer even een heleboel ophangen. Ik heb dus ook weer heel veel kleren... bij elkaar geraapt om te gaan verkopen op Selfie. Als deze video online staat, staat dat nog niet op Selfie. Dan moet ik het nog gaan versturen. Maar dan weten jullie het alvast. Even een heads up dat er weer nieuwe kleding aankomt. Die ik daar naartoe ga sturen. Ik ben echt weer eventjes heel streng door mijn kast gegaan. Nu moet ik deze berg ophangen. Je ziet mij bijna niet meer, joh. Ja, jongens, ik heb echt het gevoel alsof ik jullie enorm lang niet heb gesproken. Het is ook wel een beetje zo. Natuurlijk ben ik actief op Instagram, dus daar kan je mij volgen. Als je denkt van, nou, waar blijven die vlogs? Ik wil wat vaker een update. Volg me dan vooral op Instagram. Maar even denken, wat is er de afgelopen tijd gebeurd? Ik ben heel veel bezig geweest met Instagram-campagnes. Daar had ik allemaal hele leuke dingen. We zijn hier thuis ook eigenlijk best wel veel bezig geweest met een soort van lenteschoonmaak. Onze zolder had echt flink wat werk nodig. Dus daar zijn we langzaamaan stappen in aan het maken. Qua werk heb ik af en toe het gevoel dat ik een beetje achter de feiten aan het aanrennen ben. Dat zie je ook aan... het gebrek aan vlogs. Kijk, als je slecht slaapt, dan is de rest van je dag ook gelijk. Je staat echt 1-0 achter. En jullie hebben mij heel vaak horen praten over de slaap van ons kind. Maar het ging eigenlijk dus best wel heel goed tussen de zomer en januari ongeveer. Maar vanaf het moment dat hij naar de opvang ging en toen is hij 2 keer flink ziek geweest, lag alles weer helemaal overhoop en is alles gewoon weer veel lastiger geworden. En daardoor heb ik dus echt heel erg het gevoel alsof de maanden februari, maart
nou, april tot nu toe dan, zo ontzettend rommelig en stressvol en vermoeiend zijn geweest. Want ja, als je maar 4-5 uur slaap pakt per nacht, dat heeft gewoon een enorme impact. En behalve dat wij weinig slaap pakten, is het ook voor een kind niet lekker om zo weinig slaap te hebben. Want dan gaat de rest van de dag ook weer minder goed. Maar zoals ik zei, ik heb het gevoel dat er weer een stijgende lijn in zit. We zijn wat dingen aan het veranderen. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik officieel gestopt ben met borstvoeding. Dat vind ik best wel pittig nog. Ik vind het heel emotioneel om daarmee te stoppen. Ik denk dat ik nu toch wel officieel heb besloten van, nou, dit was het einde, dit was het. En het is al veel langer geweest dan wat ik had verwacht van tevoren. Ik denk dat ik wel als doel had om hem 12 maanden borstvoeding te geven als dat zou lukken. Maar dat is dus uiteindelijk 21,5 maand geworden. Ja, dus ruim 21 maanden. Ik ben er eigenlijk gewoon hartstikke trots op. Maar het was gewoon een beetje klaar. Mijn productie liep heel erg terug. Wat voor veel frustratie zorgde bij hem. En het was toch ook wel rondom dat slapen een beetje een associatie geworden. Waar ik heel graag vanaf wilde. Want het is voor mij ook heel erg fijn als iemand anders hem een keertje naar bed kan brengen. En het was gewoon tijd. Denk zowel voor mij als voor hem. Dus ja, dat is ook echt wel een hele flinke update. Verder hebben we in mei een weekje vakantie op de planning staan. Ik ga natuurlijk met Mert en Zeki, maar ook met Mert's moeder. Dus dat wordt echt hartstikke gezellig. En dit weekend hebben we familieweekend van mijn familie, van mijn vaders kant. Dit is een enorme familie. We zijn met meer dan 100 man dit weekend. Dus dat is wel echt heel speciaal. En dat is ook familie die ik niet heel regelmatig zie, waar ik ontzettend veel van hou, maar waar ik gewoon niet dichtbij in de buurt woon of zo close ben dat we bij elkaar op de koffie gaan. Dus dat familieweekend elk jaar is echt een super leuk moment om even bij te praten en elkaar weer te zien en te zien hoeveel de kinderen gegroeid zijn allemaal. En we zitten lekker in het bos, dus dat wordt echt heel leuk. Even denken, nog meer updates. Het ging helemaal niet lekker met mijn PCOS. Mocht je dat niet meegekregen ooit, ik heb een hormoonstoornis, PCOS, waardoor ik in mijn geval, als het daar niet zo goed mee gaat, niet ongesteld word, heel weinig ongesteld. Dat ik eigenlijk zwanger raakte van Zeki, vond ik al best een klein wonder. Maar goed, ja, dat ging dus eventjes weer niet zo goed. 3 keer dat ik binnen een normale cyclus ongesteld had moeten worden gemist. But it's back. Er gebeurt weer wat hier binnen. Daar ben ik zo blij om, want ik heb ook het gevoel, ik heb best veel migraine gehad de afgelopen maanden en ik heb het gevoel dat ik dat krijg als die hormonen niet op orde zijn. En ik wil gewoon dat mijn lichaam werkt zoals ik weet dat het kan werken, maar wat het dus niet altijd doet. Is dat de update over mij en mijn leven? Ik denk het wel. Mert en ik hebben ontzettend veel reality tv gekeken de afgelopen tijd. Kijken The Bachelorette met Sylvia. We kijken Temptation Island uiteraard. We hebben heel veel Kardashians gekeken. We zaten dus eigenlijk midden in een van de laatste seizoenen van Westworld. Maar we merkten dat we zo moe waren. En Westworld is best een hele complexe serie waarbij je gewoon je kop erbij moet houden. En we merkten van, ja, dat lukt ons gewoon nu eventjes niet. We hebben echt eventjes gewoon hersenloze tv nodig. Dus we zijn van de complexe science fiction serie Westworld overgestapt naar The Bachelorette. Waar ik net zo goed heel hard van geniet. En nu moet ik echt weer even knallen met al die dingen opruimen, want anders kom ik er helemaal niet aan toe. Maar ik wilde jullie even updaten over hoe het allemaal gaat hier thuis. Dus bij deze, ik ga verder met de was. Drankje drinken. Een lychee iced tea. En dat doet me denken aan het volgende. Ik heb een paar dagen geleden een shoplog gefilmd van een mega bestelling bij Amazing Oriental. Maar ik heb de rest van de dag toen niks gevlogd. Maar ik dacht, ik plak die hier gewoon eventjes tussen. Kunnen jullie meegenieten van alle geweldige Aziatische dingen die ik had gekocht. En er zat dus onder andere deze ook bij. Oh, en dit is heel lekker. Hallo, ik ben hier met mijn assistent. We gingen samen een shoplog doen, hè? Ja. Ja. Je hoort het, we gaan een shoplog doen. Ik heb een enorme bestelling gedaan bij Amazing Oriental. Die. Oh, de boterham. Ja. Zal ik eens even kijken of die al ontdooid is? Oh, kibbel. Dit is nou echt zo'n plek waar ik al eeuwen en eeuwen wilde bestellen. Maar ze hebben zo'n mega aanbod. Lekker. De
Dus ik kwam er elke keer niet doorheen. En toen heb ik op een gegeven moment echt even de tijd genomen. En heel veel uitgepluist ook. Want ze hebben dus van heel veel dingen geen ingrediëntenlijsten erop staan. Dus hoe ga ik er dan achter komen of het vegan is of niet? Dus ik heb heel veel gegoogeld. En toen kreeg ik afgelopen week 2 dozen geleverd. Noodles. Ik ben gek op instant noodles. En ik heb er een aantal gevonden die ik er heel veelbelovend uit vond zien. Deze zijn van het merk... zijn de noodles voor Ramsay. Dit merk heet volgens mij Dol Bol. En dit is de vegetarische smaak met sesamolie smaak. Dit is hetzelfde merk. En dit is de chili saus flavor. Het zijn echt grote bakken, joh. Deze heb ik in een andere variant. Dit is de deep fried garlic and chili flavor. Ziet er toch fantastisch uit, dit. En dit merk heet volgens mij Menraku. En dan heb ik 2 soorten. Dit is de Japanese ramen miso. En dan heb ik ook nog de Japanese ramen soy sauce. Dan heb ik deze crispy chili oil. Dit is eigenlijk de reden dat ik de hele bestelling ging plaatsen. Omdat ik hier mensen echt heel enthousiast over zag. Het is dus krokante chili in olie. Volgens mij is dat super lekker om mee te bakken ergens in. Of bijvoorbeeld een beetje zo op te smeren. Als een sausje / dressing. Dan heb ik wat drankjes waar ik eventjes in vogelvlucht doorheen ga. Ik heb 3 ramune soda's. Dat zijn van die Japanse soda's waarbij je zo aan de bovenkant dat bolletje naar binnen moet drukken. Dit is dus gezouten watermeloensmaak. Wauw. Dit is de original flavor. En dit is sinaasappelsmaak. Dan heb ik 3 alcoholvrije ciders. Die er echt heel mooi uitzagen. Ik weet even niet uit mijn hoofd de smaken. Maar dit is 1. Dit is 2. Dit zal wel perzik zijn. En dit is nummer 3. Dan heb ik Fanta, elderflower en lemon. Dus vlierbloesem en citroen. Dit is lychee iced tea. En dit is dus bubble tea uit een blik. Het is appel iced tea. Met dus van die bursting bubbles. Ik ben zo benieuwd. Ik heb nog nooit gezien dat ze dat hadden in een blik. En dan heb ik dan nog een enorme vriezerstash. Van het merk BB Go heb ik de mandu. Koreaanse bieslook en groentedumplings. Van hetzelfde merk ook de kimchi dumplings. En nog de gyoza's met tofu en groenten. Nog meer van die mandu's. En dan heb ik garlic naan. Ik heb nog appel gyoza's. En ik denk dat ik deze wel eens op heb in een sushi restaurant of wat dan ook. Want daar verkopen ze ze wel eens. En ik kan me voorstellen dat ze die dan hier inkopen. Want dit, ja, je kan dit ook in de groothandel halen. En dan als allerlaatste nog een dessertachtig iets. Coconut steamed buns. Dus zoete broodjes gemaakt met kokosmelk. Oh, het klinkt echt goddelijk. Ik heb helemaal zin om dit allemaal te proeven. Oké, het is het einde van de dag. 7:00. Mert is zeker naar bed brengen. Ik ben eventjes de ravage in de keuken aan het opruimen. Maar ik heb ook iets ontvangen vandaag. Wat nieuwe producten. Ik ben altijd op zoek naar de beste producten voor mijn haar. En de laatste tijd is mijn haar een beetje broos. En het kan ook wel een knipbeurt gebruiken. Maar ik dacht, er kan ook wel wat meer verzorging in. En ik zag heel veel over het merk Hairlast. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar ik werd eigenlijk echt verkocht door de vormgeving. Het was ook best nog een beetje prijzig. Maar het had goede recensies. En ik dacht, nou ja, weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik heb gelijk een hele set gekocht van de Split Fix. En ik dacht, ik laat het gewoon even aan jullie zien. En dan kan ik later even een update geven van hoe het bevalt. Dus dit is een shampoo en conditioner. En dan heb ik een leave-in conditioner. Ik dacht, dat ga ik ook eens proberen. Ik weet niet of mijn haar hier veel te dunnig voor is. Dat het dan vettig wordt. Maar goed, we gaan het zien. En wat had ik nou nog meer? Oh ja, een pre-shampoo. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik vraag me af of dit totale bullshit is of dat het werkt. Maar dit is ook voor pluizig, droog haar. De pre-shampoo balm. Moisture Hero. Als Mert Seki naar bed brengt, dan vind ik het dus heel leuk om te gluren op de babyfoon. Om te kijken naar hoe die voorleest, want dat doet hij zo schattig altijd. Het is zo leuk. Hij is nu echt op een leeftijd, Seki, dat hij een prentenboek wil lezen. En daar had hij heel lang niet het geduld voor. Prentenboeken zijn vaak best wel lang. En nu wil hij echt een lang prentenboek lezen. En dat vind ik zo leuk, want ik hou zo erg van voorlezen. Ik heb echt al vanaf dat hij mini was, elke dag voorgelezen. En ook bij elk dutje. Dus toen hij 3 dutjes deed, las ik bij alle dutjes voor. En nu doet hij nog 1, soms 2 dutjes. En lees ik ook nog altijd voor en voor bedtijd. Dus er wordt heel veel voorgelezen hier, maar het waren altijd een beetje korte boekjes. Omdat dat was een beetje zijn aandachtspan. En nu wil hij echt lekker zo'n lang, leuk boek lezen waar alles zo geschreven is op rijm. Ja, ik ben echt een boekenlover voor mezelf om te lezen. Maar kinderboeken vind ik misschien nog wel 100 keer leuker. Koffie drinken.
Oh, koffer daar, koffer kijken. Ik dacht, wat zegt hij nou? Koffer kijken. Wil je naar je koffer kijken? Oké, dan. Zeker, wil graag naar zijn koffer kijken. En dat is iets wat ik jullie ook wilde laten zien. Ik heb namelijk zo'n ultiem schattige bento-box. Ja, daar komt die bento-box voor hem gekocht. En hij vindt hem fantastisch. Ja, oortjes zijn dat. Is ook echt een superleuk ding. Dus dit is zo'n bento-box. En als je hem openmaakt, zitten er dan van die vakjes. Dit is nog zo'n... deze kan je verschuiven. Nee, er zit niks in. Maar ik ga er vanavond iets in doen. En dan kan je dat morgen opeten. Morgen opeten? Ja. Kijk, en als je hem zo dicht doet, dan is er ook, zit er hier zo'n handvat. Dus hij kan hem ook zelf dragen. Zo schattig. Van plan om veel te picknicken, veel met de bakfiets weg te gaan deze lente en zomer. Dus ik dacht, ik wil van die bento-boxen voor ons. En ik vind dat ook gewoon stiekem heel erg leuk om te maken. Ik heb ook nog van die accessoires besteld. Die komen, als het goed is, vanavond binnen. Maar jullie denken toch niet dat ik mijn zoon dat geef en mezelf met lege handen achterlaat? Nee, zeker niet. Ik heb voor Mert en mij er ook eentje besteld. En iets minder gezellige, maar wel ook heel nice, want hier zit van het bestek bij. Groen voor Mert en paars voor mij. Oh, dit match perfect bij mijn nagels. Kijk nou. Kijk, die van ons is dan dus met de voorkant zo'n vakje. Met een herbruikbare bestekset. Nou, dit is echt helemaal niks, dit licht. En dan hebben wij ook mooie vakjes. Volgens mij past er zelfs nog meer in die bento-box van Zeki dan bij ons. Maar goed, verschil moet er zijn. Die van ons zijn gewoon wel lekker compact. Ja, je hebt dus echt allemaal van die overdreven accessoires. Zoals dat je zo'n mal waarmee je stukjes brood in de vorm van sterretjes kan snijden. En van die soort van satéprikkertjes die je dan bijvoorbeeld in fruit kan doen. Maar dan met dierenvormpjes. Nou, ik heb echt altijd geroepen, als ik een kind krijg, dan ga ik van die hele sikke bento-boxen maken. En ik ben er waarschijnlijk helemaal niet goed in. En ik weet ook dat ik dat, als die straks op school zit, echt niet elke dag ga doen. Want daar ga ik nooit tijd voor hebben elke dag. Maar ik vind het wel leuk om gewoon, ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuk om er iets speciaals van te maken. Ik doe nu ook al heel vaak het een beetje in een leuk vormpje leggen. Of een beetje aankleden. Gewoon zodat eten een leuke activiteit is. Ik vind dat je van eten een feestje moet maken. Niet alleen hoe het eruit ziet, maar gewoon de hele gelegenheid. Eten is zoiets lekkers en moois en goeds voor je lichaam. Probeer dat ook wel echt aan hem mee te geven. En dus ook er creatief mee om proberen te gaan als hij iets een beetje minder lekker vindt op het moment. Want bijvoorbeeld, eigenlijk eet hij over het algemeen heel erg goed. Hij gaat nu door een periode dat hij wat meer is gericht op bijvoorbeeld de pasta op zijn bord dan op de groenten. Terwijl hiervoor eigenlijk, vanaf dat hij begon met eten, was hij altijd hele grote groentelover. En nog steeds wel, maar nou, er moet iets meer moeite bij komen. En dan hebben we bijvoorbeeld nu met de broccoli's, heb ik een soort van klein verhaaltje bedacht dat alle broccoli-stronkjes zijn kleine boompjes. En daar zit dan een vogeltje in. Dus dan zeg ik zo van, hey, zie je de kleine boom? Moet je eens kijken. Volgens mij zit er een vogel in. En dan gaat hij kijken. En dan zeg ik, blaas hem maar weg. Dan blazen we de vogel weg. En dan kan je nu de boom opeten, zeg ik dan. En dan eet hij die boom op. En weet je, als die extra effort ervoor nodig is om hem dan die groenten te laten eten, so be it. Ik ga hem niet dwangvoeren of zo. En als hij het niet wil opeten, dan eet hij het gewoon lekker niet op. Probeer hem zoveel mogelijk aan te bieden in een maaltijd. En ook al gedurende de dag wat groenten aan te bieden, zodat hij in ieder geval die vitamine binnenkrijgt. Maar ja, je kan een kind ook niet dwingen. Maar ja, we proberen daar dus een beetje creatief mee om te gaan. Om spanning en stress en tranen aan tafel te vermijden, kan je er beter een beetje iets leuks van maken dan het, ja, frustrerend te laten zijn. En mijn stiekeme hoop is gewoon dat hij later met een warm gevoel terugkijkt naar de leuke lunches die hij heeft gehad in deze bento-box. Ik hoop gewoon stiekem dat dat zo'n jeugdherinnering voor hem wordt. Daar.